Hallo en welkom bij het Assepoesterbal. 100 winnaars van de Assepoester tekenwedstrijd zijn met een vriend of vriendin naar Amsterdam toegekomen. Kino staat bij de ingang van de balzaal iedereen te verwelkomen. Nog even wachten. Laat het bal beginnen met echte ballroomdansers. Oh, oh, wat ziet iedereen er fantastisch uit. Opvallend veel prinsen zijn meisjes, maar geen jongens als Assepoester. Heb mijn moeder voor de zin hier aangemaakt? En Tilse moeder, die heeft dit. Veel prinsessen hebben echte glazen muiltjes en schitterende kroontjes. En die heb ik onder. Ik ben de koning der swingers van het grote apenland. En iedereen die zegt meteen wat een reuze. Dag, ik ben prins Martijn en ik ga zo meteen de prijzen uitreiken. Voor de jury is het niet makkelijk om een keuze te maken. De ballroomdansers geven dansles. Fimke, en wat is dit precies allemaal? Is dit een sluier? En wie stel je nou voor? Stel je nou Assepoester voor of ben jij de stiefmoeder? Assepoester. Zal ik het doen of zal ik het laten? Kijk eens. En kijk ook nog. Ken je mijn vliegje? Let maar eens op van mij in de water. Pippity bobbity boe. Als ik ga toveren, zal je wat zien. Pippity bobbity boe. Is dat nou een echte diamant? Nee, anders had ik hem zo. Nee, doe ik niet. Heel mooi zeg, met een doorkijkmoutje. Hartstikke mooi. Zal ik het doen? Ik kan het niet laten. Pippity bobbity boe. Mooi hè? En deze? Pippity bobbity boe. Dat maakt ook kans. Nee, dat is toch mooi. Hey, hartstikke veel succes zometeen en ga lekker naar de film kijken. Hè? Die kleine prins met het blauwe witte pakje. Ja, blauw wit. Goedemiddag allemaal. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Goedemiddag kinderen thuis, goedemorgen moet ik zeggen van kinderen. Kinderen van kinderen kijken mee. Jongens, wat zien jullie er allemaal prachtig uit? Allemaal prinsen en prinsessen, het is niet te geloven. Wat vinden jullie trouwens van mijn pak? Vinden jullie een beetje mooi? Ja? Met wie zullen we beginnen? Met de prins of de prinsessen? Met de prinsessen? Ja, dat dacht ik wel. We gaan met de prinsessen beginnen. De eerste prinses die naar voren mag komen is nummer 73, Rachel Sarayanamwal. Hey, daar hebben we Pieter en Tom. Pieter en Tom zijn al stiekem achter me. Zijn ze? Geef ze even een applaus. Ik wist helemaal niet dat jullie er al waren. Ik had ze nog niet gezien. Pieter en Tom, leuk dat jullie er zijn. Rachel, kom erbij. Rachel, kom erbij. Laat je eens even zien aan de mensen. Wat prachtig. Wie heeft dat gemaakt, Rachel? Mijn moeder. Willemijn Tolsma, nummer 83. Willemijn, kom naar voren. Zal ik hem maar zeggen, prinses nummer 3? Ja? Komt ie hoor, nummer 3 is nummer 93, Joke Warnars. Joke, kom naar voren toe. Joke? Ja? Hoe is het? Goed. Is zenuwachtig? Ja. Ja? Hoe oud ben je, Joke? 9. 9 jaar. Nou, ik zal even uitleggen hoe we het gaan doen. Jullie maken uit wie van deze prinsessen naar Euro Disney gaat. Ik ga achter een van de prinsessen staan. En dan moeten jullie heel hard klappen. En bij degene die jullie het mooist vinden, moeten jullie het allerhardst klappen. En er staat een lakei. Er staat hier ergens een lakei met een applausmeter. En die vertelt dan wie van de drie naar Euro Disney gaat. Dus ik ga eerst achter nummer 1, Rachel, staan. Rachel, wat was nou die achternaam van je? Sarayanamwal. Hoe? Oké. Ik zeg gewoon prinses nummer 1. Als jullie prinses nummer 1 het mooist vinden, moeten jullie nu een oorverdovend applaus geven. Zo. Oké, Willemijn, jij bent een fikse kandidaat. Dames en heren, jongens en meisjes, prinsessen, jullie applaus geven. Joke, ben je er klaar voor?
Oké, gaat u gang maar. En dan gaan we proberen. Nu gaat het erom spannen, meiden. Even in mijn oor. De lakei was een beetje zenuwachtig met zijn apparaatje. Maar ik weet het. Zijn jullie ook benieuwd, hè, muizen? De nummer 1 en degene die de prijs wint na Euro Disney is geworden de nummer 2, Willemijn Tova. Wat doe jij nou als je jeuk aan je buik hebt? Hoe kan je dan krabben? Nee, onderaan je buik. Aan je billen. Daar kan je niet bij. Je moet niet zoveel kaas eten, gekkie. Oké, wat wij gaan doen, is we gaan nu kijken naar die prachtige Walt Disney film Als het woestijn. Tot ziens. Ga je mee, muizen? Geef de muizen nog even een applausje. Dag. Kom maar, muizen, ga mee. Als het woestijn. Even meekomen. En de film zit er alweer op. Even een paar reacties. Die vond je het allerleukst. Assepoester. Assepoester, waarom? Omdat ze al het werk moet doen en zo, en dat ze dan nog steeds aardig is. Wat vind je van de muizen? Nee, de muizen, die waren echt wel grappig. Die waren echt wel grappig, hè? Wat wil jij zeggen? Ik wil... Je broertje? Ik vind de muizen zo leuk. Wat vond je van de film? Leuk. Welke ridder ben jij? Wat voor ridder ben jij? Salmstra. Ridder Salmstra. Heb je een beetje genoten van de film? Maar waar is Judy heen? Oh, nou, hoe heet die dan? Vincent, ridder Vincent. Ja. Hey, je staat een beetje te springen, moet je naar de wc toe? Ja. Hey, maar ik moet ook plassen. Moet je ook plassen? Hey, maar jullie zijn helemaal geen prinsen, jullie zijn een koning en een ridder. Dan kon je ook niet meedoen met de prijs, met de wedstrijd. Vond je dat niet erg? Nee hoor. Nee hoor. Nee, want dit is mijn vriend, kijk maar. Wat voor cijfer geef je hem? 6, 7, 8, 9, 10? 9,5. 9,5? Ja. Heb je niet een leuke prins gezien al? Misschien ontmoet je wel de prins van je leven zometeen. Ook niet. Nee. Dan gaan we lekker dansen. Gaan wij zo meteen kijken hoe jullie dansen, ja? Oké. De kerstverse winnares, prinses Willemijn Tolsma, opent het bal samen met haar prins Leonard, die eigenlijk haar tweelingbroer is. Echt waar. Nog even een paar prachtige prinsen en prinsessen. Weer. Willemijn Tolsma met haar prijs, een cheque voor 4 personen naar Euro Disney. Ach, en er wordt nog wat gelachen en nog wat gedanst. Buiten staat Kino iedereen uit te zwaaien. Als de klok 12 slaat en wanneer Kino zelf ook vertrekt, dan is het assenpoesterbal echt afgelopen. Daarvoor neem ik rustig de tijd. Dan waggel ik naar de waterbron en rust wat uit in de ochtendzon. Zo leeg.